Goedemorgen allemaal en welkom weer op een gloednieuwe vlog. Jawel, ik heb mijn powerbank bij, dus ik zit hier lekker aan de stroom. En jawel mensen, ik ga te voet naar de bakker. Dat is hier toch nooit zo ver vandaan. Dus we kunnen dat wel eens te voet doen. Hè. Vergeet geen blauw duimpje dan al zeker niet omhoog te doen op mijn vlog voor deze heel mooie wandeling. En gemeente, je moet wel uw vuilbak in een sleeg maken. Ja. Dus een minpunt voor de gemeente. Er zit daar al een paar dagen al te stinken en al. Zal ik dat eens doorgeven? Maar aan wie moet ik dat doorgeven? Ik weet het niet. Als het gemeentehuis open is, dan ga ik daar ook wel even naartoe. En zo eens even zo een buitenwandelingsje maken. Dat kan eens geen kwaad. Love it. Een ochtendwandeling. Daarna, na de ochtendwandeling, ga ik door. Terug naar mijn appartement. En aan mijn appartement ga ik dan eerst lekker eten. Want dan heb ik al een goede stevige wandeling al achter de rug. En na het eten ga ik lekker weer tandjes poetsen en al. Dus voilà. Dames en heren, dat is dan het einde van de fietspad. Een wandelpad. Rechts, links, kijken. Ja. En dan weer al oversteken. Goedemorgen, hondje die daar voor de raam staat. En ik weet het niet. Dus, juist, dat is ook nog een hele grote vraag. Mondmaskers, helpt dat als je gewoon zo in de buitenlucht aan het wandelen bent? Ja of nee, want ik hoor nu al redelijk wat verhalen. Ja, het gaat niet verplicht worden, maar aangeraden. Want hier in Alleke is besmetting niet onder controle. Dus dan ben ik zo af en vragen van ja, gaan we mondmaskers moeten dragen, ja of nee, hier in Alleke, ik weet niet. Dus ik ga een dubbele stop doen. Dat is sowieso aan het gemeentehuis, dan at the corner, daarna de dagwinkel. Maar ik ga wel één ding zeggen, het rookgedrag van mijn schat, ik ga er ook even op hameren, mijn rookgedrag van mijn schat, dat is naar de goede kant terug aan het gaan. Ze is aan het verminderen. Ze heeft zelf eindelijk ingezien dat ja, dat zo niet doorkomt. Lol. Oh nee, dat is een oh nee, dat is een licht. Ik dacht, oei, op welke paal ze bijna een vogel, maar dat was alleen maar de lichten dat ik zag. Ah. Zo'n ochtendwandeling, hè. Dat kan deugd doen. Dat kan zeer, zeer deugd doen. Dus, en mensen, zo gelijk nu ook gewoon de handelaars terug beginnen wat open te gaan. Het is niet de bedoeling dat jullie daar allemaal massaal naartoe gaan. Geen overrompelingen, zo gelijk in die supermarkten en al. Alsjeblieft, ga ook niet hamsteren in het bouwmarkt. Doe het alsjeblieft niet. Koop alleen maar het nodige. Wat het nodige wat jullie nodig hebben. En probeer dan ook zo min mogelijk en zo lang mogelijk in de winkel te blijven. Waarom zeg ik dat? Om de besmettingen tegen te gaan. Dat zijn mijn tips. En ook, dus zelfs als ik terug thuis ben, ga ik opnieuw mijn handjes wassen. Handjes wassen. Dan denk ik direct ook al aan K3. Want die hebben daar een liedje van overgemaakt. Een heel mooi liedje. En nu zijn er ook al heel veel YouTubers die ook proberen om aan te dringen voor ook goedemorgen. In uw kot te blijven.
Dan proberen we dan ook zoveel mogelijk te doen. Maar een wandelingsje, dat kan geen kwaad. Dat is heel goed voor je lichaam, dat je in beweging blijft. En zeg het, je humeur is minder betastend dan als je het niet doet. Dus als je continu en je echt in je huis blijft of in je kot blijft, elke dag opnieuw, die muren, die, ja, alles blijft hetzelfde. Kom gewoon eens. Naar buiten toe. En hier hangt een drone in de lucht. Wauw! Van wie die drone is, dat weet ik niet. Maar ja, maakt niet uit. Het is ook niet van VTM, hè. Want drones, hè. Die kunnen redelijk ver vliegen. Ze zal wel beelden aan het maken zijn van de gemeente Alken. Maar wie het doet, I don't know fucking know. Oh man, nu heb ik eraan ogen van die fucking drone. Dankjewel. En by the way, mocht je wel zo hoog vliegen? Dat is tegen de privacywet, hè? Ja, want je mag maar toch maar tot een bepaalde meter vliegen, had ik gehoord. En als je hoger wilt vliegen, moet je op cursus gaan. Oh my fucking god. Dat vind ik. Ach ja, maakt niet uit. We zijn hier nu heel dicht bij At The Corner. We zijn hier een lekkere steegje aan het wandelen. Oh ja. Yeah. Eerst richting het gemeentehuis. Dus kijken als die open zijn voor even hier een klacht neer te leggen. Klacht niet. Gewoon een mededeling. Enkel open op afspraak voor dringende zaken. Oké. Dan gaat dat niet. Maar wel heel goed van de gemeentehuis. Van dat zij een witte laken boven ons hoofd hebben hangen. Bij deze. Zo, mensen, tot zelfs. Ik ben nu onderweg terug naar mijn appartementje toe. En hier op het pleintje, daar stonden ze met de joystick voor theaterfilm. Het was blijkbaar voor een live concert. Voor iemand. Die werden blijkbaar allerheil opgeroepen om gaan te filmen van hier, van Alken. Oké. Dan heb ik ook nog zo eens gevraagd over de wetgeving van de trouw. Godverdomme, ze zijn hier dan nog altijd heel streng. Hier in Limburg, zal ik zeggen. En dus ik zal nog niet zo rap drone-beelden schieten. Want het kost me ontzettend veel geld voor zo'n opleiding. Voor zo'n echte opleiding kost redelijk wat geld. En de mensen van Alken, ik doe nog eens een kleine oproep. Fietsers op de baan! Dank u. Want ik heb er vandaag alweer genoeg gezien al op de wandelpaden. Ze leren het nu. Wat is dat? Er is een van de gemeente, ja, die echt bij de gemeente werkt. Ja, dat waar ik niet zo happig op ben. Ach ja. Nu nog weer al een paar metertjes wandelen en dan ben ik weer al thuis. Yippie-ki-yay. En dan kan ik eindelijk jatten. En dat is ook wel heel goed. Daar staan kaartjes op balkon. Echt heel mooi. Goedemorgen. Is het nog altijd morgen? Ik weet het niet.
Oh, ik ben echt aan het genieten van het zonnetje. Dus dat ga ik even verder doen. Elke kan toch ook wel heel, heel, heel mooi zijn. Echt waar. Ik geniet er toch van om toch eens even naar buiten te komen. Want ziet als hoe de boer, hoe mooi dat hij heeft gedaan. En Ginder, ja, daar begint mijn straatje. Als je heel goed kijkt, de eerste blok die daar zo schuin staat, daar woon ik. Maar dan wel aan de andere kant. Aan de straatkant, daar woon ik dan. Maar echt waar, ik vind het echt een heel mooi landelijk beeld. Echt waar, dat moest erop staan. Ik zit hier nu al heel kort in mijn appartementje te wandelen. En ik wil ook nog wat vertellen over wat slechte nieuws in mijn leven. Dat is... Het is niet uit mijn beer. Nee. Het is niet uit met mijn schat. Nee. Ik werd ook vroeger altijd ook gepest geweest en al. En nu begint het op cyberpesten te komen. En daar wil ik een klein beetje op tegenin gaan. Dus ene persoon die telkens keer nieuwe accounts aanmaakt op Discord. Onder andere mijn exen daarbij toe betrekken en dan laten joinen op mijn server. Als dat nog één keer ook gebeurt, dat is slechte nieuws, dan ga ik daar een procesverbaal op laten starten en ook de FCCU erop laten komen. Bij deze. Een lekkere elektrische stepje. En dan ook nog dit. Ik moet nu ook nog sinds kort ook oppassen wat ik nu allemaal doe in de vlogs. Omwille van dat er ook nu toch begint ook minderjarigen mee te kijken. Tijden van deze coronatijden. Dus jongeren, als jullie zelf vragen hebben, mail me, kom op Discord, noem maar op. Spreek me gerust aan. En ik sla wel een babbelje met jou. Dus dat wil ik wel heel gerust doen voor jullie. En dan komt wel alles in orde. En ik hoor weer een helikopter. Mijn eigen is achter die bomen achter mij. Daar ga ik niet op wachten. Wat voor een helikopter dat is. Het is gewoon zo. Ik kan het gewoon omwille dat er heel veel bedrijven nu stil liggen, dat zo mooi weer is aan het worden. Ik weet het niet. Ah ja, ik zie het helikopter. God, die hangt redelijk hoog. Te hoog. Allee, we kunnen eens gaan eten. Ik ben aangekomen. Joehoe! Voet. Kijk eens wie open doet. Goedemorgen, schat. Goedemorgen. Ik heb al redelijk veel al gefilmd. En er zat een drone in de lucht. Echt? Kent je dat? Een drone, ja, dat ken ik. Dat vind ik nog ook. Ja. En ik heb eens gevraagd over de wetgevingen. Je gaat het jammer vinden. Ik moet eerst een opleiding hebben voorleer dat ik hier een drone in de lucht mag gooien. Kostprijsje, 1200 euro voor een opleiding. Amai. Voor 4 dagen. Amai. Geweldig. Alsjeblieft. Uw bestelling. Oh, we zijn een leuke wandeling nu bezig met ons tweekes. Mijn tweede wandeling al vandaag. Oho, dat gaat al af, hè? Ja. En dan gaan we zo het blokjes rond. Dan is zij ook eens even buiten geweest. Heeft zij ook een kleine wandeltoertje gehad. En, dat doe ik speciaal voor hem, niet voor mezelf. Ook een klein beetje voor jezelf, moet je denken. Nee. Waarom niet? Omdat ik dat niet graag doe, zo met mijn slippers wandelen. En ik heb slippers aan. Ah, daarom een kleine wandeling. Geen grote. Allee. We gaan nog eens even genieten van het zonnetje, hè. Ja. Tot ziens. Gaan we zelfs ook buiten zitten? Ja, oké, dat is goed. Maar niet bij de livestream, hè. Bij de livestream gaan we dan terug binnen. Oké, dat is goed, dat is gezegd. Allee, tot ziens. Gaan we nog buiten zitten. Dimitri is even iets halen binnen. Dus, ja. Dat we ook drinken hebben en zo. En dan zien we jou, jullie, weer zo. Zo, we zijn hier terug op het appartementje aangekomen. Even van buiten te zitten. Ik ga nog even wat rusten. Dat ik zeker
fit genoeg ben om het livestream te doen. En dan nu nog iets. Wat niet doen? Ik ga je niet laten schrikken. Allee, mensen, tot ziens. Oké. Mensen, het heeft ons weer al lekker gesmet, want we hebben nog even een avondmaaltje gedaan. En ja, ik heb nog iets nieuws. Misschien weten jullie de meeste mensen dat wel al, of weten de meeste mensen dat niet. Laat het hier in de reacties weten. Weet je wat voor chocomelk dat dit is? Dit is chocomelk van Nutella. Hoe maak je zoiets? Ik ga nog eens een slokje nemen. Zo heerlijk. En wel, ik ga het u even eens uitleggen. Als zo'n pot op is, gooi je niet direct weg. Nee, want er blijft altijd wat in zitten. Dus ik ga jullie het laten zien. Ik ga jullie even hier zo zetten. Probeer het toch, voilà. Zit. Dit krijg je nog moeilijk uitgelepeld. En dus wat doe je dan daarin? Gewoon melk. Dan zet je de microgolfoven op 3,5 minuut of 4 minuten. Ja, mensen, als je ting hoort, ze zijn er heel veel aan het reageren op een berichtje in Alke Leeft. Dus dan doe je gewoon er koude melk in. Je zet dat in de microgolfoven. En dan, ja, dan laat je dat warm worden. 3,5 minuut of 4 minuten. En dan goed schudden. Echt blijven schudden, blijven schudden, blijven schudden. Je ziet dat bijna al chocomelk, alle choco Nutella is losgekomen. En dan gewoon in een tas of in een glas gieten. En dan, jawel, santé alle alle, genieten van een lekkere Nutella chocomelk. En weet je van wie ik dat heb geleerd? Niet van mijn eigen, niet van, zeg het, van mijn ouders, maar wel van mijn oma, Moeke. Dus, en daar ben ik nog altijd heel dankbaar op. Ja, en ik mis haar nu heel fel in deze moeilijke tijden. En dan, ja, oké. Okay. Want, ja, ik mis haar heel fel. Dat word ik nog even kwijt. Maar we gaan ook naar Enzo Knol kijken. We gaan ook naar de buurtpolitie kijken. We gaan naar familie kijken. Dat is een van de laatste afleveringen. Ja, vind ik het ook, dat vind ik ook spijtig, hè, schat? Ja. En ja, dus we gaan ook hierbij de vlog ook beëindigen. Vergeet, doe een blauw duimpje omhoog. Vergeet hier zeker niet onder te abonneren en op het belletje te drukken. Want dan ben je altijd op de hoogte wanneer een video online komt. Dank u wel voor in ons leven te komen. Ja, ja. Je was al bijna vergeten, hè? Mijn outro. En dan zien we je morgen terug. Doei doei! Doei doei! Zwaai zwaai!